Gand est une ville très ancienne. De nombreux monuments y rappellent un glorieux passé. De geschiedenis van de stad Gent is voor een groot deel in het Frans geschreven. Eeuwenlang sprak men tussen de historische gebouwen van de Gentse Kuip een aardig mondje Frans, naast een van de rabouwelijkste Vlaamse dialecten. De gebouwen getuigen van een rijk verleden dat Gent voor een groot stuk te danken heeft aan zijn havenactiviteiten. Hoewel de stad landinwaarts ligt, ontwikkelde er zich al in de 8e eeuw een binnenstadshaven aan de Gras- en Korenlei. Le port de Gand est situé au confluent de deux rivières larges et profondes, l'Escaut et la Lys. In 1563 kreeg Gent het eerste zeeschip binnen, maar al in de 12e eeuw was de stad over het water met de zee verbonden. Aanvankelijk was de Lieve de toevoerweg, maar door de verzanding van het Zwin in de 16e eeuw ontstond de behoefte aan een kanaal. Dat kwam er in het midden van de 16e eeuw, tot in de Braakmanzeedijk en via dammen. Zonder het huidige kanaal Gent-Terneuzen zou de Gentse haven niet bestaan. Dat kanaal kwam er pas in 1827. De Gentse haven zorgde voor heel wat tewerkstelling, maar de arbeidsvoorwaarden waren meestal zeer zwaar. Sociale onrust kon dus niet uitblijven. In 1886 werd de Socialistische Vrije Vereniging van Laders en Lossers opgericht. En 10 jaar later de Antisocialistische Vereniging van Kruiers, Magaziniers en Wagenvoerders. Hun sociale strijd leidde in 1925 tot een verbeterd werkloon van 30 frank per dag, tot een aantal sanitaire verbeteringen en tot medische ondersteuning bij de vele arbeidsongevallen. Pas in 1932 kregen de Gentse dokwerkers hun arbeidsstatuut erkend door het Gentse stadsbestuur. Het bleef 4 jaar rustig, maar in 1936 kende Gent onder invloed van de internationale crisis weer een ware stakingsgolf in de haven. Reeds in de 12e eeuw stonden de havenactiviteiten in dienst van de textielnijverheid. Gent bezat toen een monopolie op de invoer van Engelse wol en op de uitvoer van laken naar Frankrijk en het Oostland. In de 15e eeuw was er al een eerste crisis in de Gentse lakennijverheid. Nadien zou Gent nog wel regelmatig een opbloei krijgen van textielactiviteiten, maar evenveel keer was er ook een economische terugval. Na de Eerste Wereldoorlog werd het Gentse havengebied uitgebreid over de gemeente Oostakker, Evergem en Wondelgem. Tijdens de wereldcrisis van de jaren 30 hield de Gentse haven onverwacht beter stand dan die van Antwerpen en zelfs Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Gentse haven zich tot een moderne internationale ankerplaats. De textielactiviteit is er momenteel vervangen door transporten van onder meer auto's en citrusvruchten. Bij het einde van de jaren 60 hielden aan- en afvoer in de Gentse haven elkaar nog in evenwicht. Momenteel is de haven vooral op invoer afgestemd.
De industriële revolutie in de 19e eeuw en de werkkracht van de Gentenaars maakte Gent tot een arbeidersstad. Blijvende getuigen daarvan zijn de nog resterende beluiken en achterbuurten die luisteren naar de fantasierijke namen als het Luizengevecht, de Karamellenkoer, de Chipkesdreven, de Ruwe Cité en het destijds beruchte Patershol. Het leven was er familiaal, buurtgebonden en primitief. Geen anoniem terugtrekken achter gevels en gordijnen, maar een straatgebeuren met collectieve activiteiten in armoedige omstandigheden, zoals nu nog vaak in Zuiderse landen. De beluikhuisjes waren niet zelden eigendom van de textielfabrikanten die hun arbeiders verplichtten daarin te gaan wonen. Daardoor stond het werkvolk onder een grotere sociale controle en was het dubbel afhankelijk van de patroon. De lage lonen beletten de arbeiders hun huizen degelijk te onderhouden. De huisbaas maakte er zich ook niet veel zorgen om, waardoor de huizen nog sneller verkrotten dan in de rest van de stad. Twee Gentse kranten zetten zich in voor de ontwikkeling van het proletariaat en tegen het analfabetisme. De eerste verscheen op 31 augustus 1884, het socialistische dagblad Vooruit, gesticht door Edward Anselen. 7 jaar later zorgde de christelijke vakbeweging voor een tegenhanger, het Volk, dat aanvankelijk verscheen met als ondertitel Antisocialistisch Dagblad. Zijn er nogthans geen andere oplossingen mogelijk dan socialistische? Allemaal prietbrood. Al de slachtoffers van de crisis moeten het voorbeeld der georganiseerde arbeiders volgen. Behalve de straat was ook het buurtcafé de ontmoetingsplaats voor het lompenproletariaat. In de winter ging men op café onder het voorwendsel dat men dan thuis geen vuur hoefde te stoken. Het innerlijke vuur van de alcohol en van de kroegvriendschap verwarmde efficiënter. Tijdens de zomer ging dit niet meer op, maar men was het zo gewoon dat men het niet meer kon laten. Onder het wettelijk verplichte bordje verboden te dansen werd er soms toch een danspasje gewaagd. En zoals de Gentenaars het zo suggestief uitdrukken, een flikker geslegen op de tonen van een jukebox met krakende, grijs gedraaide hits van alle tijden. Het alcoholverbruik was er niet gering. Vooral bij het begin van de maand als de loonzakjes net waren uitgedeeld. Enkele dagen nadien werd het weer wat rustiger in de kroeg, want dan moest men thuis de eindjes aan elkaar knopen. Werkverzuim en schoolverzuim waren legio. Voor veel kinderen was de straat de klas. De Gentenaars vermeden de volksbuurten als het Paterschool en de Tinnepotstraat. Ze waren bang in een of ander donker hoekje een onprettige ontmoeting te hebben met het soort volk waar ze in hun hart op neerkeken.